voor Sinterklaas en Piet. Hand in hand. En zing het Feyenoordlied. Hand in hand. Heb je al gehoord? Sinterklaas komt naar Feyenoord. De spelersbus van Feyenoord is nog steeds spoorloos. Wie ook spoorloos is, is Cor, de buschauffeur. Ik ga verder met mijn zoektocht. Cor! 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 Oh, hey, Guillaume. Hey. Ja, we zijn de spelersbus kwijt en nu ben ik eigenlijk op zoek naar Cor, de buschauffeur. Heb jij hem gezien? Nee, ik was mijn schoen aan het, dus mijn andere schoen aan het zoeken. Want die zat in mijn tas yeah. Om hem te zetten voor Sinterklaas. Maar, er zat er wat in? Ja, een paar pepernoten en een letter. Oh, wat goed zeg, wat lekker. Ja. En waar is die andere schoen? Ja, die zat in mijn tas en die zat in de spelersbus, maar de spelersbus is kwijt. Echt, wat verschrikkelijk. Ja, en nu? Ja, en heb je Cor niet gezien, de chauffeur? Nee, ik hoorde wel wat rare geluiden op de wc in het stadion, maar... Oh, rare geluiden. Oké, okay, top. Ja, ja, nou ja, succes, hè. Ja. Dan, bedankt. Ga ik even kijken. Ja. Zo. Wie is daar? Oh, ja, sorry, ik ben Patrick. Ben je toevallig Cor, de buschauffeur? Ja, is er iets? Cor! We zijn al dagen in paniek. Wat is er met de bus gebeurd? Die heb ik even uitgeleend, in ruil voor een paar cadeautjes. Dacht dat het geen probleem zou zijn. Aan wie? Ja, het was een wat oudere man. Hij had vervoer nodig voor zijn knechten. En hoe zag die eruit? Ja, die knechten die waren van ja, een beetje donkere types. En hij had een lange witte baard. Oké. Donkere types. Lange witte baard. Ja. Cor! Ja. Je hebt de spelersbus toch niet aan Sinterklaas uitgeleend? Ja, zo heet hij. Dat was het, Sinterklaas. Hij moest het pakje sneller rondbrengen, zei hij. En hij had ook nog wat cadeautjes voor mij bij zich. En wanneer komt hij hem terugbrengen? Na 5 december of zo. Ach, Cor, dat kan toch niet? Ja. Hoe moeten de spelers dan naar de wedstrijd? Weet ik niet. We moeten die bus zo snel mogelijk terugkrijgen. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. We weten nu dat de bus is uitgeleend aan Sinterklaas en zijn Pieten. Alleen we weten niet waar die is. Jij kon ons helpen door heel goed op te letten. Op Feyenoord.nl zetten we het allerlaatste nieuws over de spelersbus en over de Sinterklaas Fever muziekshow. En jij kon ons een bericht sturen. We houden je op de hoogte. Nee, ik ga de bus zoeken. Wil jij weten hoe de zoektocht van Patrick naar de spelersbus afloopt? Kijk dan op 17 november naar de volgende aflevering van Sinterklaas Fever.